Vandaag ga ik verstoppertje spelen in deze mega gevangenis. Het enige gekke eraan, we zijn super klein. Klik nu op dat duimpje omhoog, anders word je ook net zo klein als dat ik ben. Jongens, daar zijn we. We zijn in de gevangenis hier en ik sta hier als guard. Ik ben een hele goede bewaker. Dat is echt mijn weekendbaantje. En als het goed is, heb ik hier twee hele kleine gevangenen. Jongens, zijn jullie er klaar voor? Ja. Als jullie ontsnappen, dan... als ik jullie vind, dan zijn jullie niet ontsnappen. Maar stel, ik vind jullie niet, dan zijn jullie gewoon ontsnappen. Wat vinden jullie daarvan? Super vet. Vrijheid. 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 Waarom ben jij groter, Justin? Meer abonnees. Oh, dit gaat op abonnees, zeg maar. Rick heeft het minste, Daan en jij. En daarom ben ik zo groot, zeker. Jammer genoeg wel. Oké, jongens. Ik geef jullie gewoon even de tijd. Je mag overal waar je naartoe kan, mag je verstoppen. Het is in de gevangenis die toen gebouwd is door mijn kijkers. Oh. Dus ik ga de deur open doen. Rennen. Ja, zo snel als je kan. Ik ga dan niet kijken. Ik ben verstopt. Oké, ik geef jullie gewoon even de tijd. Oké, Justin. Wat gaan we doen? Welke kant gaan we op? Ik heb een hele goede plek gevonden, Rick. Ja? Ga jij daar naartoe? Jij gaat in de cellen? Ja, jongen. Ik ben echt super cool. Oké, wacht, ik wil even zien hoe jij verstopt zit. Dat wil ik wel even zien. Hier. Je zit letterlijk naast Max, hè? Waar ben je? Of zit je hierin? Of heuvel? Oh, dit is een goeie, ja. Oké. Nou, ik ga naar een andere plek. Succes, hè, Rick? Jij ook succes. Succes daar. Want er is hier nog veel meer. Ik kan hierna naar een bibliotheek. Ik zit in een bibliotheek. En wat is dit? Dit is de eetkamer. Oh. Oeh, wat een spanning en sensatie. Oh, maar wacht. Ik ga het toch nooit vinden, Rick. Dus geen paniek. Oh, yes, dit. Ik heb de plek. Ik heb echt de plek gewoon. Is deze beter? Oh mijn god. Ja, dit is echt... Deze is geweldig, Justin. Deze is echt goed. Ik heb echt een de spot gewoon. Ik heb een betere plek. Ja. Oké, ja. Ik heb mijn plek. Ik ook. Ik kan, jongens. U kan zijn jullie zoeken. Verstopt? Ja. Ik ga mijn best doen met zoeken. Jullie zijn inimini. Ja. Jullie wisten, jullie mogen overal heen. Ook buiten deze cellencomplex. Ja. Maar even goed ga ik als eerst het cellencomplex kijken. Want jullie kunnen tussen elk hoekje, kiertje en gaatje kunnen jullie zitten. Maar we zitten daar niet. Hoezo niet? Ja, gewoon een tip. We zitten niet in een cel. Hou op hoor. Nee, hey, dit is een geheime gang waar je kan zitten. Nee, dat kan niet. En je bent af als ik je sla, hè? Dat weten jullie. Oh, oké. Okay. Nou, succes ermee. Ook zo succes ermee. Weet je hoe klein we zijn? Ja, dat weet ik. Dus als ik er nou wegren en jij kan mij niet mappen, dan... Ja, oké. Okay, dat is op zich een ding. Wacht, trouwens. Ik heb deze map natuurlijk. Wie is dat? Hallo, Justin. Heb je Justin opgevonden? Ja, maar, oh, wacht. Wat zei je zo, hè? Ja, dat je moet slaan. Ja, oh, mijn succes god. Ermee. Nee! Ah. Oké, okay, Justin, je bent af. Je bent af. Hier zit Rick sowieso tussen. Ja, weet je waar Rick zit? Kom maar mee. Oh, jij weet waar Rick is? Nee, dat weet je helemaal niet. Ja, maar Rick is niet zo goed verstoppen, dus hij zal wel ergens in de buurt Ik denk niet dat Rick hier zit. Ik denk niet dat Rick in deze ruimte is. Nee, hè? Hier ergens. Ga je met me mee zoeken, Justin? Ja. Oké, maar dan wil ik wel dat je groot wordt. Nee, maar nu kan ik anders... Ietsjes groter. Nee, oké. Oké, Justin, dat is beter. Je bent iets groter. Ja. Iets minder klein, dus je bent gepromoveerd. Ja. Laten we Rick zoeken. Maar kijk, ik heb nu dus heel handig deze formaten. En dan kan ik net de posities kijken. Ja, jij kan een beetje kijken waar ik niet kan kijken, inderdaad. Ik heb zo'n gevoel dat hij... Oh mijn god, je kan daarachter zitten. Dat moet op dicht gebouwd worden. Zit je achter de boekenkast, Rick? Daar kan ik niet komen. Nee, ik zit niet helemaal erachter. Oké, wacht. Dat ga ik gelijk dicht bouwen. Niet helemaal erachter. Oké, goede tip. Hij zit er ergens in de buurt. Dan zit hij toch hier ergens in de buurt, inderdaad. Maar waar. Dat vind ik ook een hele goeie. Oh... Hij zit sowieso achter zo'n lectern. Oh, hij zit achter een lectern! Nee. Ik heb je... Nee. Oh, dat was echt snel. Dat was serieus echt snel. Nou, laten we nu de rollen omdraaien. En omdat Rick als laatst was, mag jij nu beginnen met zoeken. Hey, jij ook. Leuk dat je kijkt. Abonneer even. En bij de 4000 likes kunnen jullie misschien nog wel een keer meedoen. Ja, heel spannend. En laat ook even achter... wanneer je geabonneerd bent. Dan ga ik Rick weer pakken. Ja, kom hier, Rick. Hey. Kan Justin, ben je er klaar voor om een plekje te vinden? Kom, we zijn echt heel inimini. Oké, okay, kijk. Weet je wat het is? We hebben even de tijd gewoon voordat we gezocht worden. En je kan hier ook de kantine in. Ja, maar jij weet hier meer van natuurlijk. Ja, omdat ik dit al gedaan heb natuurlijk. En misschien is het leuk om hier ergens te verstoppen of zo, weet je? Oh, gast, wacht, kijk. Wat? Ja, maar dat zie je echt niet. Je ziet het niet. Ja, dan moet hij een emmer pakken. Ik ga hierin zitten.
Nee, ik ga toekijken hoe ik ga lachen als jij wordt gevonden. Oké. Waar ga je zitten dan? Gast, ik heb een idee. Je moet dit doen, kijk. En dan hier. Oh, ja, hier! Dit is een goede plek. En dan hier tussen, hier achter. Ja, daar. Ja. Oké, dan ga ik hier zitten. Ik kan komen. Easy, man. Hallo! Je kan hoor, Rick. We hebben hele goede plekken. Ja, ik mag? Ja. Ja, ik kan ons niet vinden. Dus stop maar gewoon direct. Oké. Even kijken hoor. Duurt lang met Rick, zeg. Ja, duurt lang, hè? Jemig, Rick, schiet eens op. Jongens, kom op zeg. Oké, zullen we wel één hint geven, Justin? We zitten niet bij de cellen. Dat is misschien wel leuk, dat bespaart je heel veel zoeken. Ik moet gewoon even allemaal dingetjes even aan het... Zit je te lachen? Ja, het is gewoon leuk. Ik heb je inmiddels wel gezien. Okay. Ik heb je inmiddels wel gezien. Hallo! Wie zit hier dan? Dingetjes. Ah, ja! Justin! Je hebt Justin gevonden! Rennen, Justin! Rennen, Justin! Rennen! Nee, kut! Nee! Ik kan je niet raken! Justin? Justin? Rick voor... Oh! Ja! Ik heb hem! Ah, jammer! Justin! No. Oké, Justin, niet verklappen waar ik zit. Ik zie je. Ik zie je. Je ziet mij. Ik zie je. Ja, Rick, weet je waarom kijk je achter de camera? Ik zit hier onder die tafel ofzo. Ja, nee, dat kan je toch zien? Nee, maar dat is lastig te zien hoor. Misschien zit ik wel in de cake. Eet de cake even op. Ik heb geen honger. Oké, jij ziet mij dus hier. Ja, ik zie je naar de cake. Je zit nu in een barrel, in een andere barrel. En dan kijk je naar de kist, je kijkt naar de camera, je springt voor de camera. De camera is nu uit. Dan ziet hij ons niet meer. En wat doet nu dan? Shiften tegen een muurtje. Ja, en wat heb ik nu in mijn hand? Een zwaard. En nu? Niks. En nu? Nog steeds niks. Ik kan daar zien. Oké. Maar ja, waar zit ik? Hè? Dat is de vraag. Waar zit ik? Zit jij ook hier? Rick, wat ben je ook aan het doen? Je bent volgens mij echt radeloos. Nee, ik ben aan het parcouren. Je moet de persoon zoeken, hè? Ja, je bent nu gewoon een hele keuken aan het bezoeken. Maar hij ziet mij, Justin. Ja, maar jij weet waar die zit. Zit hier? Hij zit hier niet. Bro, ik vind het zo lastig. Gewoon. Zit hij wel hier in een van die dingen? Nee. Er zit water in, dat is het moeilijke. Ja, daarom. Dat kan ik niet zien. Rick, kijk. Je kan het eruit halen. Rick, kijk. Ik heb geen bucket. Rick. Oh, nee. Oh. Ja. Yep. Ja! Nee! Ik kan je ook niet slaan. Ja, wacht, sorry. Ja! Nee, mooi, ik ben zo benieuwd hoe dat er van jou uitzag. Ja, dat zag er echt heel grappig uit. Dat zag er echt zo grappig uit. Oh, maar dat betekent nu dat ik hem eigenlijk zou zijn. Maar nee, Justin, jij bent hem. Ja. Jij mag nu de guard outfit aantrekken en mag je op ons gaan jagen. Dat is echt heel raar. Ik zou je op tijd zo van Ratatouille ben. Ik zou ze onder je muts kunnen. Nou, laten we dan gaan naar de laatste ronde. De laatste, de derde. Rick, ready? Ja, zeker. Gaan we in dezelfde ruimte of gaan we ergens anders? Want het ding is, kijk, wat ik nog wist van de map van kijken, zeg maar, of dat die kijkers deze map gemaakt hadden, was in dit hoekje hier, moest ik toen wat vinden. Dat heb ik heel lang over gedaan voordat ik dit gevonden had. Dus je kan hem verstoppen, maar ik wil een ander plekje. Ik wil een andere ruimte. Ik wil ook een ander plekje eigenlijk. Ik heb dus een beetje net ook al zitten rondkijken toen ik als guard was. Mm-hmm. En... Maar... Ja? In die douches of zo. Je hebt er niet veel, maar zou die daar maar komen? Weet je wat we kunnen doen? Hij staat daar! Hij moet in zijn cel! Hier. Waar is hij hier? Rechtdoor. Oh, hier. Nee, je bent zo klein. Ik kan je bijna niet zien. Kijk. Nee, ik ben je kwijt. Op tafel. Ik sta op tafel. Oh, ja? Goed! Wow, daar moet je echt gaan zitten. Die is echt goed. Ik ga hier zitten en strak tegen het randje. Wacht, open hem. Oh, even kijken. Open hem eens een keer. Oh mijn god, ja, dat ziet hij bijna niet. Ja, ik zou wel gewoon hierachter zitten, dat is wel leuk, weet je. Ja, dat als je geëxposed bent. Ja. Oké, wacht, goede plek. Ik ga er ook eens zoeken. Ik ga in de cel zitten waar hij ook zit. Waar hij zich nu aan het aftellen is, zeg maar. Ja. Ik zit in de cel waar hij aan het wachten is tot we moeten. Nee, echt? Oh, dat is wel lachen. Ja. Oké, hij mag. Hey, verstopperaars. Hey, je mag. Hoe is het leven? Het is goed. Lekker. Je mag. Oké, waar zitten jullie niet? Dat zeg ik niet. Ah, oké, dan ga ik eerst alles zelf belangs, denk ik dan maar. Ja, ik moet denk ik eerst alles zelf belangs, denk ik, want anders wordt het... Nou, ik zit in ieder geval niet in een cel.
Nee! Ja! Nee! Hoezo ben je daar weer terug ingegaan? Dat was je aftelcel. Ik dacht, dan zou je niet meer naar binnen gaan om te kijken. Ik zag in één keer een gaatje. Die moet er even checken. Oh, wat jammer. Nou, ik ga wel mee op jouw avontuur. Ik ben je kind of zo, weet je. Het is echt alsof ik gewoon je kind ben. Nou, papa, we gaan mee. Nou, opa. Jongen, waar was je drinkie? Gaan we nou Rick zoeken? Ja, maar waar zit Rick? Weet ik niet. Rick? Wat is het ongemakkelijk om zo? Dit is echt een ongemakkelijke grootte, dit. Rick zit niet bij de cellen. Ik zit niet bij de cellen, nee. 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 Zit hij achter deze deur? Dat kan niet, dat is een... Nee. Hoe die je zo onschuldig aankijkt zo. Hallo. Nee. Het is raar dat jij zo klein. Nu voel ik me weer groot. Rick, sinds wanneer heet je Wouter? Ja, dit zijn de kijkers die het gemaakt hebben. Hé, maar laten we nog één ronde doen en dan maken we deze speciaal, oké? Beste Rick. Beste hier staat. Je had een goede plek, zei je. Ik heb echt een immens goede plek. Ik heb dus net toevallig even rondgekeken en ik zag de perfecte plek. Loop mee, loop mee. Oké, ik ben benieuwd. Oké, ik was dus hier ook bij die keuken even aan het kijken. Ja, ja, ja. En ik zag dus... Ik denk van ja, kijk, hier is iedereen al een beetje geweest. Ben je kwijt. Ik denk... Oh, hier, kijk, ja. Ik sta hier bovenop. Ik denk, wat is nou een goede plek? Ja. Zie je mij nu of niet? Rick, je bent verstopt. Ga er eens in staan of sta je er al in? Nee. Ja, dit is echt geweldig, je ziet... Succes dit zie je stoppen, niet. Rick. Nee joh. Oké, dan moet ik nog eentje vinden natuurlijk. Hè? In de tussentijd dat Rick en Justin een plekje aan het zoeken zijn, ben ik ook heel klein, jongens. Ik ben een kleine inimini-guard met een inimini-zwaardje. Ik moet hier heel even wachten op ze. En dan gaan we ze zoeken, terwijl we klein zijn. Ik denk dat hij langs loopt, als ik hier zo zit. Ja, ik ga deze slot bij proberen. Ja? Oké. Okay. Ik mag! Mag ik? Nee. Ja, mag. Oh, ik mag. Oké, dan gaan we even kijken. Cel 2. Zit hij nu in cel 2? Ja. Het ding is, ik ben nu ook klein genoeg om ook in de cooldrons te komen. Om even te gaan spieken of ik jullie tegenkom. Oh ja, ik was vergeten dat jij klein was natuurlijk. Ik ben klein, hè? Daar hebben jullie niet over nagedacht. Dus alles wat jij ziet, daar kan ik ook komen. Daar had ik even niet meer over nagedacht. Nee, ja. Hebben jullie helemaal spots gevonden waarin je... Misschien. Wat zit jij te doen? Ja, niks. Beter van niet. Tja, wat een goede stopplek. Ik ben verplaatst. Ben je verplaatst? Ja. Echt? Nee, ik joh. Zag het niet meer zitten. Nee, maar toen ik dacht, shit, Max kan net zoveel zien wat ik zie, dacht ik, nah. Nu moet je wel weg. Moet ik wel weg. Voordat die duurt. Oh, ik moet wel zeggen, je kan me wel zien. Ik had er ook voor kunnen kiezen dat je me helemaal niet ziet. Ik wou ook liever bijna langs je stem. Ik liep er bijna langs, je zat in het bloemetje. Joh, je springt uit het ballonnetje. Hey, Justin, ik wil dat je niet mij verraad, groot bent. Oké. Dan herken ik je. Oké, hier zit ergens... Zit Rick. Ik ga je natrappen, kom hier! Nee! Nee! Oh, katje al. Wauw, dat was echt een anticlimax. Ik had echt gedacht dat het lang zou duren. Nou, laten we dit dan gewoon nog een keertje doen. Justin, heb jij een plek? Oh, daar ben je. Kijk, Justin. Kijk. Oh, daar. Ik heb één kamer toegevoegd hier. Daar komt hij zelf dan ook achter. Dit is nieuw, zie je. Maar dan kunnen we misschien een beetje expressie niet zitten. Want hij denkt, nou, dit is nieuw, weet je. Hier moeten we wel zitten. Maar dan zitten we hier niet. Oh, ja, nee, dat is waar. Dat is mindgames en dat, weet je. Ik dacht net aan iets. Als jij mij een setje geeft... Kan ik misschien op een camera zitten en dan zie ik hem altijd. Ja, maar hoezo? Op een setje? Wat voor setje moet ik jou geven? Een pak slaag. Oké, hoe? Met je hand. Ja, maar waar? Welke camera? Hier. Kijk, als ik hier nou op ga, ja? Of ga ik dat niet redden? Ja, dat gaat natuurlijk... Probeer het eens. Oh mijn god, dan moet dat... Blijf proberen, kom. Nou, dat gaat niet lukken. Nee, dat gaat niet lukken. Max. Wat is er? Kom omhoog. Wacht, ik wil eerst even... Ik doe eerst alle deuren even open. Overal, weet je. Oké, wat wil je doen? Bovenste verdieping. Oh mijn god, wacht. Daar kan je natuurlijk vanaf springen, vanaf daarboven. Ja. Oh, wil je op die kandelaar? Ja. Oh, kan dat? Nee, dat kunnen we... Oh, dat kunnen we misschien... Oh, daar zitten barrier blocks. Nee, kan wel. Oh, hier niet. Hoe gaan we dit doen? Wacht, kijk. Ah, kutse. Oh, gast, kijk, we kunnen ook hier... Oh, wacht, ik ga in dat hoekje daar. Daar gaat hij... We kunnen op de camera. Gast, je kan van de vier gewoon op de camera. Echt? Nou wacht, kijk, als je nou in dit hoekje gaat, die moet je zien. Kijk. Als je dan zo gaat. Hier. Zo. En dan hier. Ah, probeer eens op. Huh? Oké, blijf proberen. Ik ga even kijken hoe er echt het opvalt. Hij is ook klein namelijk, hè. Niet op het randje, je moet echt het midden pakken ervan. Kom op, je kan het. Ja! Wat een goede plek!
plek! Gast, wat een goede plek! En het ding is, stel hij ze maar wil je pakken, dan moet hij eerst helemaal naar boven. Dan kan je gewoon wegrennen. Top idee. Oh, maar deze is wat een goede plek. Zullen we... Nee, we gaan niet samen. Nee. Hey, succes, okay. Max. Yo, dankjewel. Ik ga een andere plek zoeken. Yo. Oké, ik heb een plek. Weet je, ik vind het prima. Het is een hele poepplek, maar de plek is een plek. Je kan. Oh, beste Rick. Oh, oh. Hallo. Hallo. Beste Rick, welkom. Ja. Bij jouw ondergang. Ja, je gaat ons nooit vinden. Ja, we hebben echt veel te goede plekken, allebei. Oh, yes! Nee, waar ben je? Waar ben je? Oh mijn god. Hoe zag je hem? Ik stond bovenop op dat balkon. Oh, bij deze. Nee. Wat een goede plek had hij, hè? Dit vind ik onaardig. Heb je hem gevonden? Ja, ik heb hem. Zo snel? Ik dacht dat Justin hem niet gevonden zou worden op de camera. Maar hij was ook boven dat ding. Weet je wat het is? Ik denk, ik ga dus boven kijken. Want ik was echt dus nog nooit boven geweest. Dus ik heb boven die cellen gecheckt. Ik denk, wat is hier rechts? En ik zie een kandelaar. Ja, dat dacht ik ook. Dus ik denk, oh wat vet. Dus ik denk, nou, ik ga even die randjes afzoeken. Ja. Dus ik zit hier te kijken en in één keer zie ik een mannetje op die camera staan. Wat ben ik nu aan het doen, Max? Ja, ik kijk naar heel veel barrels. Heb je mij al gezien? Ik heb je al gezien. Wat? Zie je mij nu ook? Nu zie ik jou niet. En nu dan? Nu ook niet. En nu dan? Ik hoorde wel een deur dicht gaan. Ja, opgelost. Keuken is dicht. Ik hoorde een deur dicht gaan. Zie je me nu wel? Nee. En nu ja, dan? Ik zag je. Ik zag je. Oké, wacht. Ga heel rustig lopen. Loop eens naar die twee deuren. Teruglopen, terug. Nu zie ik je. Nee, terug. Als in tussen die twee furnaces moet je staan. Tussen de furnaces. Ja, nu zie ik je. Ja, goed hoor. Spring eens. Ja. Oh, mooi. Doe eens iets anders, dan bewijs ik het. Je springt nog steeds, je pakt het zwaard. Je springt een beetje zwaard, je doet je zwaard uit je handen. Cel 3, Rick. Daar hangt een camera. Daar hangt een camera, cel 3. Hij zit ergens hier, waardoor hij me precies kan zien. Rick, heb je ook nog een mogelijkheid overgehouden dat je ook een F5-knop hebt, dat je third person kan kijken? En dat je hoek heel anders is? Ja. Ja, maar hoe dan? Dat snap ik het nog niet. Oké. Wat is er? Wat? Ik snap het niet. Wat? Wacht, Rick, lap eens terug. Oh my god! Gastje diep langs me. Ik heb de hele tijd hier gezeten, vanaf het begin af aan, ben ik niet verplaatst. Nee joh, ik stond hier, ik zat hier boven. Je zat zo, daarom moest ik lachen. Justin zag het ook. Nee. Jongens, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik ben helaas te pakken ik ben te grazen genomen. Ik sta hier nu met twee grote bewakers, maar ze zijn eigenlijk jullie ook niet zo heel groot als ik zo naar jullie kijk. Hè? Ik bedoel... Het lijkt zo groot in F5, maar jullie zijn ook echt inie-mini als ik het zo zie. Dus kijk, dat is pas groot. Maar goed, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker niet te abonneren en te liken. Reageer even jouw beste verstopplek van deze video. Welke plek vond je nou absoluut het best? En dan nu, kijk lekker deze video. Want dit is de video waarin de kijkers deze gevangenis gebouwd hebben. En daarin moest ik ontsnappen en weet ik wat allemaal. Dan weet je gelijk waar het vandaan komt. En nu spreek ik laat glaasje water of 4 flesje bier. Tot de volgende keer, jongens, schreeuwen. Waarom schreeuwen jullie niet de video? Had je altijd tegen ons?